Semma Koosaar, woordvoerder brandweer Haaglanden. We staan hier aan de Rokkeveenseweg in Zoetermeer. Vannacht is de brandweer omstreeks 3 uur gealarmeerd voor een brand. In de eerste instantie voor een buitenbrand in een bossage. Maar toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het te gaan om een leegstaande pand wat in brand stond. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. Hierop zijn er veel eenheden ter plaatse gevraagd om de brand te bestrijden. Er kwam ook veel rook vrij in de nabije omgeving. Hierop is geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, mechanische ventilatie uit te zetten, indien mensen last ervaren van de rook. We zijn inmiddels al 3 uur verder. De bluswerkzaamheden gaan nog onverminderd door. Op dit moment hebben we ook een kraan ter plaatse gevraagd. Die gaat het dak van het brandende pand eraf halen, zodat we goed bij de brandhaard kunnen en de brand echt kunnen uitmaken. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Mocht daar aanleiding voor zijn om onderzoek naar te doen, dan zal de politie daar onderzoek naar doen. Maar op dit moment is nog niet bekend of er onderzoek gedaan gaat worden. De laatste berichtgeving over de brand, waar kan men dat volgen? Ja, als men informatie zoekt over de brand, dan kan men dat vinden op www.haaglandenveilig.nl. Daar plaatsen we regelmatig berichten, updates over de brand.